Waarom ben je begonnen met het ondernemen en wat deed je hiervoor? Goeie vraag. Ik ben begonnen met ondernemen in 2019. Omdat ik door had dat ik op dat moment heel erg werd geleefd. Ik zat in mijn laatste studiejaar. Dat was een stagejaar. Ik had veel bijbaantjes om ermee rond te komen. En ja, eigenlijk voelde ik dat mijn gevoel voor vrijheid heel erg weggenomen was. Ik denk dat heel veel studenten zich daarin zullen herkennen. Maar dat was voor mij een reden om eigenlijk verder te kijken. En het ondernemen, dat kwam per ongeluk op mijn pad voor een bijbaantje wat mij werd aangeboden. En toen heb ik mezelf ingeschreven als ZZP'er. Toen had ik al heel snel de ondernemerscourse en ben ik veel meer gaan uitpluizen van wat ik interessant vond. En na een dropship hoofdstuk kwam ik al bij bol.com terecht. En ik zag direct van, daar kun je veel meer kwaliteitsmanagement doen. Is veel duurzamer. Het zal een langere weg worden, maar uiteindelijk als dat lukt, dan heb je wel echt iets opgebouwd. Dus dat vond ik heel erg leuk. En dat was mijn achtergrond ook dat ik eigenlijk best wel veel commerciële ervaring heb opgedaan. Dus veel als accountmanager of vertegenwoordiger actief geweest. Maar ook veel servicegerichte baantjes. Waar juist het menselijke belang veel hoger in het vaandel staat. Zoals mijn baantje als jongerencoach, maar ook een superleuk baantje als privéchauffeur bij de Formule 1. Waarmee je dan tegelijkertijd mag reizen over de wereld om hele interessante mensen en hele mooie plekken te zien. Ja, en als je daarvan terugkomt in het koude Nederland, dan heb je een hele hoop inspiratie meegenomen. En ook daarin vroeg ik me af van, hetgene wat mijn studie mij kan bieden op dit moment, gaat me dat brengen waar ik uiteindelijk wil komen. En ik denk dat ik daarmee binnen het ondernemerschap beter op mijn plek zit.